Noorderslag is achter de rug. Dat is de grootste etalage voor de Nederlandse popmuziek. Het hoogtepunt, ik heb nu toevallig de NRC Handelsblad, ik had elke kant kunnen nemen, was Eefje de Visser. Eefje de Visser, hoogtepunt van Rijk Noorderslag. Aankomende vrijdag brengt ze haar nieuwe album Bitterzoet uit. Vanavond speelt ze het nummer Zwarte Zon. Voor de zwoele vrouw van de donkere drums en warme synthesizers en haar kenmerkende heese stemgeluid, Eefje de Visser. Het is Eefje de Visser. Eefje de Visser. Eefje de Visser. De show was op 19 maart en op 13 maart ging in België de lockdown in. Meteen op nummer 1 binnenkomt. Bedankt allemaal. Jullie waren een voorbeeldig publiek. Zwaar met de zon, zwaar met de zon, zwaar. Zijn we zo verstandig. Bedankt allemaal. We zijn super blij. Corona-proof concerten. Album vind jij dat er moet winnen naast je eigen album? Waaronder Spinvis. En hij zei het volgende over jou. Nee, maar ik vind in plaats van Eefje de Visser vind ik echt dat ze de juiste houding heeft ten opzichte van de muziek. Gewoon heel zorgvuldig bezig met wat goed is in plaats van wat werkt of wat juist verkoopt. Wauw, dat is super. Ha ha ha.